Bij een ongeval op de Reitseweg in Den Bosch is woensdagmiddag een automobilist gewond geraakt. De man botste tegen een andere auto toen hij het parkeerterrein van de woonboulevard op wilde rijden. Hij is zo voorzichtig mogelijk uit zijn auto gehaald en daarna met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. De inzittende van de andere auto raakte niet gewond.